Goedemorgen allemaal! Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Zoals je kunt zien achter mij ben ik momenteel niet thuis. Ik ben op het dierenasiel waar ik mijn vrijwilligerswerk aan het doen ben. En ik neem jullie vandaag mee een dagje op het dierenasiel om de kattenkennel schoon te maken. Ik heb de zorg voor twee katten op dit moment in deze kennel. Dat is kittentje Babette en Frans. Ze zijn allebei erg schuw. Ik zal ze straks aan jullie laten zien, maar ze zijn erg schuw. En ik zeg er ook alvast bij, ze zijn nog niet plaatsbaar. Dit is Babette. En Babette is heel schuw. Ze vindt het erg spannend. Ze blies net ook naar me toen ik de kenneldeurtje openmaakte. Babette zit hier nog omdat ze gezondheidsproblemen heeft. Ze is nog niet plaatsbaar. Maar ik zou zeggen, hou de site van het dierenasiel in de gaten. Ik zal een link daarvan in de beschrijving zetten van de video. En daar kun je alle informatie vinden over Babette en ook over de andere katten die hier in het asiel zitten. Het zal vaker voorkomen in de vlogs dat ik katten in beeld breng die nog niet plaatsbaar zijn, maar dat zal ik dan altijd even vermelden. Op de site van het dierenasiel kun je alle informatie vinden over de katten, over wanneer ze plaatsbaar zijn, etc. Dus ik zou zeggen, hou de site goed in de gaten. Babette vindt het allemaal nog heel erg spannend. Het lijkt me een heel lief poesje, maar ze vindt het allemaal nog heel erg spannend. Hé meisje, rustig maar. We gaan straks even lekker de hokjes schoonmaken. En hopelijk komt ze dan een beetje los. En dit is de andere kat waar ik zorg voor heb. Dit is Frans, een kater. En ook Frans vindt het allemaal erg spannend. Als katten erg bang zijn, gaan ze ook vaak in hun kattenbak liggen. Nou, dat doet hij dus ook. Ook hij is volgens mij nog niet plaatsbaar. Dus ook voor hem zou ik zeggen, hou de site in de gaten. Lijkt me wel een hele lieve kat. We gaan straks even zijn hokje schoonmaken. En dan kan ik even, ja, hopelijk lukt het me om hem uit zijn kattenbak te halen. En hem eventjes in een mandje te leggen. Zodat ik zijn kattenbak kan schoonmaken. Want dat moet wel gebeuren natuurlijk. De werkzaamheden hier op het dierenasiel, als je een kennel van de katten gaat schoonmaken, bestaat uit de bakjes verzamelen en afwassen. Je gaat de kattenbakken uiteraard uitscheppen. Verder ga je de krabpalen schoonmaken. Dat doe je met een stoffer, zeg maar, van een stoffer en blik. En daarmee kan je heel veel kattenharen van de krabpalen afvegen. Als je dat gedaan hebt, dan is het tijd om te vegen. Dan ga je de vloer helemaal vegen en daarna ga je de vloer dweilen. We hebben een buiten- en een binnenverblijf. Dus ik doe altijd meestal eerst het buitenverblijf helemaal schoonmaken en daarna het binnenverblijf. Het buitenverblijf wordt momenteel niet gebruikt omdat Frans en Babette allebei vastzitten. Dus dat hoef ik momenteel ook niet schoon te maken. En eigenlijk heb ik binnen ook niet zo heel veel werk, want zoals ik al zei, ze zitten vast. Dus dan hoef je niet alle krabpalen schoon te maken en de hele vloer te dweilen en te vegen. Maar goed, dat zijn dus ongeveer de werkzaamheden die ik heb op het dierenasiel. En ik vond het leuk om jullie dat even te vertellen. We gaan nu de twee hokjes schoonmaken. Eerst die van Babette en daarna die van Frans. Ik zal jullie laten zien hoe ik ongeveer te werk ga, maar ik ga niet met mijn vlogcamera bovenop die katten zitten terwijl ik aan het schoonmaken ben. Bovendien wordt dat ook een beetje lastig. En vloggen en schoonmaken. Maar ik zou zeggen, als je het leuk vindt, blijf lekker kijken en enjoy. We gaan beginnen. Ik begin met het pakken van de spullen die ik nodig heb. Een kattenbakschepje. Een kennelreiniger. Afwaskwast voor de bakjes. Een gieter om straks het water in te doen, want dat zal ik straks laten zien hoe ik dat doe. En dat is het voor nu even. Afwasstuil, ook belangrijk. En de lijst. De lijst is altijd heel erg belangrijk. Het is de bedoeling dat je invult bij elke kat hoe die gegeten en gedronken heeft en of die ontlasting en urine heeft gehad. Op die manier kunnen de vaste medewerkers van het asiel in de gaten houden hoe het met de kat gaat. Verder is het ook belangrijk dat je invult dat jij de kennel hebt schoongemaakt, zodat als ze vragen hebben, ze met jou contact op kunnen nemen. Ik heb hier de kattenbak van Babette. Die gaan we even uitscheppen. Ik zie dat Babette alles netjes gedaan heeft. Wat ik trouwens nog vergat te vermelden, is dat mijn moeder vandaag jarig is. Dus ik ga straks ook naar haar verjaardag toe. Mama, hartstikke.
hartstikke gefeliciteerd met je verjaardag en nog vele jaren. En willen jullie mijn moeder nou ook feliciteren? Geef dan een blauw duimpje omhoog. Yay! Nou, Babette heeft alles keurig gedaan, dus dat kan ik zo op de lijst invullen. Even het kleedje uitkloppen. Ik ga straks toch maar even de vloer vegen, want ik heb natuurlijk nu allemaal kattengrit op de grond gegooid. Maar het is zo gebeurd. Zo. We gaan nu de bakjes schoonmaken. Dat doe ik met warm water en met kennelreiniger. Ik heb een leeg drinkbakje in de kennel gezet. En dan ga ik nu de gieter vullen met water. En dan zal ik jullie laten zien hoe het werkt. Kijk. Het tuutje van de gieter doe je door de tralies heen. Even kijken of jullie het goed kunnen zien. En op die manier kan je dus water in het bakje doen. Zonder dat je er een waterballet van maakt. Ideaal. Nu gaan we het hokje van Frans schoonmaken. Frans ligt in zijn kattenbak, dus ik moet nog even kijken hoe ik hem eruit ga krijgen. Here we go. Hey Fransie! Ik klop eerst even de kleedjes van zo'n ander hokje uit. Dan kan Fransie straks lekker naartoe. Zonder dat ik hem daarna weer moet lastigvallen. Het mandje is nog aardig schoon. Trappaaltje zet ik even terug op zijn plek. En dan gaan we nu kijken of ik Frans de bak kan krijgen. Tenminste, we gaan nu kijken of ik zijn kattenbak kan bakken. Goed zo. Knappe kat. Hebbes! Ik ga straks toch nog eventjes de vloer vegen, want er is toch wel aardig wat kattengrit op de vloer gekomen. Maar dat vegen is niet zoveel werk. Is zo gepiept. Goed zo, jongen! Knappe kat! Even het deurtje dicht. En dan kan ik zijn kattenbak uitscheppen. En zoals je ziet is Frans nu even in het andere hokje gaan liggen. In zijn mandje. Dat ligt toch net even wat comfortabeler dan een kattenbak lijkt me. Nu we klaar zijn met de kattenkennel. Ja, ik zei al, het was weinig werk, dus ik heb eigenlijk weinig om te laten zien. Lijkt het me leuk om jullie nog even een korte rondleiding te geven door het dierenasiel. Dat we ook nog eventjes in de hondengang gaan kijken en zo. We lopen nu in de kattengang, want ik kom net uit mijn kennel. En we gaan eerst even de vuile handdoeken naar de keuken brengen. En dan neem ik jullie daarna mee naar de hondengang. Dit is het washok. Hier doen we alle was. En ja, dat kan behoorlijk veel zijn. Want er gaan behoorlijk wat handdoeken en kleden doorheen hier op het dierenasiel. Dus de wasmachine staat eigenlijk bijna altijd wat te draaien. Nu toevallig niet, maar dat komt omdat hij net klaar is. Hier is de keuken. En hier zitten we dan altijd koffie te drinken en te lunchen. En ook hier verzamelen we 's ochtends en krijgen we dan de taken toebedeeld. We lopen nu door de hondengang en zoals je ziet is dat behoorlijk luidruchtig. Allemaal blaffende honden. Ja.
even kijken of ik bij de asielhonden kan kijken. Dit is Bram. En Bram is plaatsbaar. Er zijn nog meer honden, maar die zijn allemaal buiten. Dit is Rambo. Hallo Rambo. Ja. Van Rambo weet ik niet zeker of hij plaatsbaar is. Dus kijk even op de site. Hé Bram? Ouwe mak. Ja. De meeste honden zitten momenteel buiten, omdat op dit moment de verblijven worden schoongemaakt. Dit is het uitlaatbord. Hier staan alle honden op die uitgelaten moeten worden. Dan gaan we nu naar buiten. Hij is nu leeg, maar dit is de pensionkennel. Hier zitten pensionkatten. En mijn eigen katten hebben hier ook af en toe al gezeten. Het dierenasiel is namelijk niet alleen een asiel, het is namelijk ook een pension. Dus je kan hier je hond en je kat tegen betaling brengen en dan wordt hij hier verzorgd terwijl je zelf op vakantie bent. Dit is de andere pensionkennel. Helaas kan ik jullie nog niet alle kattenkennels laten zien. Het zit namelijk zo, ik ben nu in kennel 2 geweest en dan mag ik niet zomaar een andere kennel inlopen. Dit heeft namelijk te maken met de verspreiding van ziekte. Als ik kriskras door alle kennels loop, dan kan ik heel makkelijk ziektes overbrengen op andere asielkatten. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus ik heb jullie eigenlijk nog maar een klein stukje van het dierenasiel kunnen laten zien. Ik zou zeggen, blijf kijken en volgende keer zie je dan weer meer van het dierenasiel. Zo, lieve mensen, ik ben weer thuis. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de video over het dierenasiel. Vonden jullie dit een leuke vlog? Geef dan een blauw duimpje omhoog. En wil je meer zien? Abonneer dan op mijn kanaal. En vergeet niet het belletje aan te zetten, zodat je op de hoogte blijft van alle updates. Fijne avond en tot de volgende vlog.